Goedendag, u kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Op de satellietfoto van vanochtend 6 uur zien we in het noorden nog veel wolkenvelden hangen. In het midden is de bewolking dunner en in het zuiden is er weinig bewolking. Dat is dan ook het weerbeeld voor vanochtend. De meeste zonneschijn schijnen in het zuiden. In het noorden breekt de zon slechts af en toe door. Het is 11 tot 13 graden en blijft vanochtend nog droog. Ook vanmiddag droog weer, temperaturen stijgen dan verder naar zo'n 16 graden in het noorden en 20 in het zuidoosten. En vooral in het zuidoosten kan het af en toe behoorlijk zonnig zijn. De wind komt ook uit het zuidoosten en die stelt weinig voor, 1 tot 3 boven voor vanmiddag. Vanavond neemt die iets in kracht toe. Vanavond vanuit het westen ook meer bewolking en dat wordt morgen gevolgd door buien. Die buien trekken in de ochtend al in het westen van het land binnen en in de middag langzaam naar het oosten... Af en toe breekt ook de zon door en het wordt nog zo'n 15 tot langs de oostgrens bijna 20 graden. In de avond komen er mogelijk enkele zware buien. Woensdag, donderdag en vrijdag blijft het wisselvallig met van tijd tot tijd buien, maar ook af en toe zon. Temperaturen liggen smiddags meestal zo rond 16 graden. Ook het aanstaande weekend lijkt wisselvallig te verlopen. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.